Ook in het begrotingsportaal is de kadernota heel belangrijk. Daarin zetten we de lijnen uit richting de begroting van het volgend jaar en we kijken de periode na, die nemen we ook nog mee. Maar de kadernota is een belangrijke bouwsteen om te kijken hoe het algemene beleid en wat we willen gaan doen, hoe dat samenkomt. En dan kijken we met name financieel wat we wel en niet kunnen en of het allemaal te behapstukken is of het financieel tot een sluitende begroting kan leiden. Dus de kadernota is een belangrijke bouwsteen voor de begroting later dit jaar.